We willen een toename zien in het aantal koeien in de wei. Maar hoe moeten veehouders dat managen? Hoe kunnen ze dat doen? En dat proberen wij te ondersteunen. En dat vind ik een hele interessante vraag. Alles wat een koe doet, levert data. Dat zijn data die interessant zijn voor studenten. Dat zijn data die interessant zijn voor onderzoekers en daarmee ook voor bedrijven. Nou, wij draaien hier op dit moment een test en een onderzoek naar het indikken van melk op de boerderij. Met als doel dat je dan uiteindelijk minder transport en melk hoeft te verwerken. My research on my main topic is to reduce the ammonia emission at the dairy farm. Yeah. Het leuke van het werk op Dairy Campus is het werken met inspirerende ondernemers die geloven in innovatie. Je hebt water wat je terugwint op de boerderij. Er zit ook een voordeel voor de verwerker erbij natuurlijk in transport, maar ook op de fabriek. Als je bijvoorbeeld melkpoeder maakt, hoef je nog maar de helft van het water uit die melk te halen. We leggen ontzettend veel vast. Dat betekent ook dat je bezig bent met vraagstukken die niet hier en alleen in dit gebied plaatsvinden, maar in andere delen van Nederland of misschien zelfs wel in Europa of in China plaatsvinden. So what I like the most about the Dairy Campus is that I have the possibility to exchange my knowledge and my thoughts with all the other researchers. Mensen zijn ontzettend behulpzaam en vriendelijk. Het is gewoon een hele gemoedelijke sfeer. Dus het is een eigen omgeving die, ondanks dat je te gast bent, toch heel toegankelijk is. We hebben lectoren, we hebben onderzoeksprojecten, we hebben partners hier aan boord. Dus dat hele geheel, dat maakt me trots. Mijn droombeeld wat is voor de komende jaren is dat ik ook graag zou zien dat er uit projecten nieuwe start-ups komen. Omdat ik denk dat dit ook de toekomst kan zijn van de BV Nederland.